weet niet hoe ze was. Nee, vader. God zegen je. Ga nou maar slapen. Morgen, chef. Morgen, meneer de dokter. In mijn gezicht zei hij het. Wij hebben geen gemeenschappelijke belangen, zei hij. Ik aarzel nu niet meer, beste notenboom. Dit is de laatste druppel geweest. En met de meeste nadruk verzoek ik u mijn voorstel te willen ondersteunen. U kunt op mij rekenen, burgemeester. Ik dank u voor deze woorden. Verantwoordelijk zijn voor... Deze discussie, mijn heren, brengt ons niet nader tot ons onderwerp. Om aan het jubileum van dokter Van Taken een grote luister te geven, zoals door ons is besloten, moet het feestgeschenk aan de jubilaris eveneens luisterrijk zijn. Ik stel dus voor om aan dokter Van Taken uit de gemeentekas aan te bieden, in gesloten envelop, de som van 1000 gulden. 1000 gulden? Niet dat ik de verdiensten van onze dokter niet wil erkennen. Maar burgemeester, is er in de huidige toestand van onze kast geen zuinigheid geboden? Precies. Overigens, dan wordt hiermee een precedent geschapen waarvan de gevolgen afmetingen kunnen krijgen die niet te overzien zijn. Hoe kun je zo krenterig zijn tegenover een dokter die zoveel voor ons gedaan heeft? En dag en nacht in de weer is om ons te helpen. Maar 1000 gulden, zegt de smid. Ja, mijn heren, 1000 gulden. En hier meteen bij aanknopend kan ik u nog een klein nevenvoorstel doen. Ziet u, dokter Van Taken is een arts vol toewijding en een bekwaam verloskundige. Juist. Maar er zijn andere dingen. Er zijn mij klachten bekend van families die schandalig hoge rekening hebben moeten betalen. En nadat ik... Dat zou ik nog wel eens. En nadat ik deze klachten heb onderzocht, moet ik toegeven dat die rekeningen inderdaad exorbitant waren. Dat zou ik nog wel eens willen weten. Laat mij uitspreken. Ik zou hier in dit verband onmiddellijk een voorbeeld kunnen aanhalen, dat mij ter oren is gekomen, van iemand die voor een onderzoek van een doodgewone katar de som, chef de Smit, de som van 50 gulden heeft moeten betalen. In het kort, de bedoeling is de gemeentearts na zijn jubileum eervol te ontslaan. Dan zijn die 1000 gulden een kleine geldelijke compensatie. Ontslaan? Gaat dat zomaar? Zeker, dat is al overlegd. De pensioenrechten van de dokter blijven bestaan. Het is een schande dat je dit durft voorstellen in het geval van iemand die bewezen heeft zijn leven te wagen voor zijn patiënten. Kunnen we niet het standpunt innemen dat de gemeente behoefte heeft aan een jongerenkracht? En, wat belangrijker is, een arts wiens levensopvatting meer in overeenstemming is met de aard der bevolking. Schande! Laat ons dan stemmen om het feestgeschenk aan te bieden onder voorwaarde van het later mede te delen eervol ontslag met dankbetuiging voor de bewezen diensten. Ik stem tegen. Uit de grond van mijn hart. Maar chef de Smit deed iets wat hij niet mocht als gemeenteraadslid. Hij vertelde uit de geheime raadsvergadering. Kom maar even hier, chef. Toen is er gestemd geworden. Stik eens op. Oh. Dank u.
stemming. Ik wist het al, chef de Smit. Dat ontslag. Maar ik dank je toch. Maar het is een schande. In mijn hoedanigheid als eerste burger van onze geliefde gemeente het woord te willen voeren op dit plechtig ogenblik dat wij thans mogen beleven, heb ik dit met genoegen aanvaard. Immers, mag men niet met recht en reden zeggen dat gij, diepbeminde jubilaris, geldt als een voorbeeld voor de beoefenaars van de geneeskunde in het gehele land. In die hoedanigheid, jubilaris, hebt gij een mijlpaal bereikt. Uw ambtsperiode, een ambtsperiode die met gulden letters in de annalen van de gemeente zal worden opgetekend, is een glorieuze geweest. Niet alleen als dienaar van Esculapus hebt ge u voor onze gemeente onsterfelijke verdiensten verworven, maar ook als mens zijt ge naar ons toegekomen als iemand voor wie de opoffering, de toewijding aan zijn evennaaste steeds de opperste plicht is gebleken. En mocht de tijd van rust aanbreken, wat wellicht spoedig het geval zou kunnen zijn, na een 25-jarige ambtsvervulling die zoveel lichamelijke en geestelijke krachten van u, hoogst bekwame jubilaris, heeft gevergd, dat dan die rust zo wel verdient een ongestoord dolce far niente mogen zijn, tot in lengte van jaren. Als stoffelijk blijk van hulde en dankbaarheid heb ik het voorrecht namens de gemeente een envelop met inhoud te mogen aanbieden, waaraan de hoogvereerde jubilaris zelf wel een bestemming zal weten te geven die voor hem...